Sportman van het jaar 2015, Wout Poels. Sportvrouw van het jaar 2015, Kimberly Schoffler. In de nieuwe zaal van Hotel Asteria, zaal 7, werden maandagavond de sportprijzen bekendgemaakt tijdens het sportgala. Na in voorgaande jaren Mike Teunissen als winnaar op het podium te hebben gehad, ging het dit jaar ietsje anders. De sportman van het jaar 2015 van de gemeente Venray, ja, die gaat naar de wielrenner. En eentje heeft gisteren al gewonnen, dus Wout heeft vandaag gewonnen. Wout Poels. Vanwege een trainingskamp op Mallorca kan Wout zelf niet aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen, maar hij reageerde via een Skype-verbinding. Ja, natuurlijk altijd heel mooi om sportman van Venray te worden en het is een hele mooie waardering om dat te krijgen. En ja, het is wel leuk om dat zo te winnen hier op Mallorca en er toch bij te zijn in Venray. Meneer Waals, als voorzitter van de fanclub van Wout Poels, een mooie onderscheiding voor Wout. Geweldig, hij heeft een prima jaar gedraaid. Hij is goed teruggekomen. En ik drink op zijn gezondheid, want hij zit in Mallorca. Nee, maar het is heel stimulerend voor hem dat hij ook lokaal waardering krijgt. En dat mensen zien hoe hij met zijn sport bezig is. En dat straalt uit op Venray en ook op hem. Ik vind het geweldig. Ja, want hij heeft een fantastisch jaar achter de rug. Hij heeft een hele mooie Tour de France gereden. Hij heeft een hele mooie Ronde van Engeland gereden. Ik heb staan huilen toen hij in Qatar daar 50 meter voor de finish onderuit ging. Anders had hij de Ronde van Qatar ook gewonnen. Maar hij was nou tweede. Maar hij heeft een geweldig sportief jaar gehad. Hij heeft geweldig zich ontwikkeld. En zijn ambities voor dit jaar zijn ook heel hoog. Want hij wil per se met Chris Froome die derde Tour de France overwinning binnenhalen. En daar zitten voor hem ook overwinningen aan vast. En hoe zit het met jullie fanclub? De fanclub? Ja, we hebben 350 leden. En we groeien en bloeien. Gelijk met hem. Dankjewel. De andere genomineerden voor sportman van het jaar waren, behalve Mike Teunissen, Leopold van Asten, Dion Dreesus en Joe Maassen. Voor sportvrouw van het jaar waren deze keer eveneens 5 genomineerden aanwezig. Showdanseres Kimberly Schoffler, roeister Mirte Kraaikamp, voetbalster Mirte Morees, bodybuilder Leslie Barens en zwemster Lisa Dreesens. De prijs sportvrouw van het jaar 2015 van de gemeente Venray gaat naar Kimberly Schoffler. Het werd uiteindelijk Kimberly die in het afgelopen jaar de Europese titel Garde en Showdance won, viervoudig Nederlands kampioen werd en winst behaalde in de Europa Cup. Kimberly, proficiat, een aantal keer genomineerd. Nooit sportvrouw van het jaar geworden en nu eindelijk. Nou wel, ja. Ik ben er heel blij mee. Ja, had je het ook een beetje verwacht? Of? Nee, totaal niet, want we stonden wel op het podium en iedereen deed dan zijn verhaaltje. En ik moest er als eerste, toen dacht ik, oh, wat zeg ik allemaal? En toen kwamen de anderen, toen dacht ik, oh, wat die allemaal gepresteerd hebben, dat is zo goed. En ik had ook echt niet verwacht dat ik zou winnen. Eerlijk, echt niet. Hé, hey, en want je maakte bekend, je stopt als solodansres, dat is een mooie afsluiter ook. Ja, daarom is gewoon perfect. Nou is alles gewoon helemaal compleet. Ja, waarom stop je? Het is goed zo. Het is, ja, ik heb natuurlijk geen A-status en zo. Ik studeer daarnaast nog gewoon. En het is allemaal veel te veel met 4 dagen trainen, wedstrijden in het weekend er nog bij. Dus het is goed. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. En, ja. Maar je stopt niet helemaal met dansen? Nee, dat niet. Nog wel met die groepen. Gewoon lekker plezier maken. En ik heb het geluk dat ik in een vereniging zit die ook groepen op hoog niveau hebben. Dus ik kan nog wel op hoog niveau vooruit. Genomineerden voor de sportploeg van het jaar waren het eerste herenteam van TC Venray, het handboogduo Bas Tonaar en Dylan Konings van Ons Genoegen uit IJsselstein, de tweespanmenners Erik en Suzanne Kouwenberg uit Veulen en de korfbalploeg van SVOC, die zowel in zaal als veldkorfbal kampioen in de overgangsklasse werden. De prijs sportploeg van het jaar 2015 van de gemeente Venray gaat naar de korfbalsters van SVOC. En die mogen natuurlijk nu allemaal naar boven komen. Maar dat was niet het enige feestje dat de korfbalploeg van SVOC te vieren had. Want hun coach, Edwin Griesheimer, werd coach van het jaar en mocht eerder op de avond al die prijs in ontvangst nemen. Prachtige oorkonde, een mooie prijs van de Eindmarkt en een bloemetje. Astrid, van harte. Ja, dankjewel. Had je het verwacht? Nee, wel heel erg gehoopt.
Dat wel, ja. Hey, was een heel mooi jaar voor jullie. Heel mooi seizoen. Ja, het was echt een schitterend seizoen. Dat zullen we echt gewoon niet meer vergeten. Vertel eens, wat waren de hoogtepunten? Ja, het eerste kampioenschap in de zaal was gewoon echt heel mooi. Was echt genieten. Ja, en die dubbel erbovenop, ja, dat maakte alles af. Was, ja. En dan kom je hier en dan word je ook nog sportploeg van het jaar. Ja, wat wil je nog meer? Hey, en dan hebben jullie ook nog een coach. Je wordt coach van het jaar. Terecht? Ja, ik vind het wel verdiend. Want ja, hij heeft het toch maar klaargekregen dat wij met dit team kampioen werden. En dat is ja, ook zijn prestatie, ja. In de categorie sporter met een beperking dit jaar slechts 2 genomineerden. Rolstoelbasketbalster Lucie Houwe was genomineerd en won in de afgelopen jaren meermaals deze prijs. De andere genomineerde was judoka Jasper Holdakkers. Jasper, sportman van het jaar, hoe voelt dat? Ja, geweldig om dat weer te zijn. Had je het nog een beetje verwacht? Ik hoopte gewoon. Je hebt heel wat gebruikt dit jaar. Hè? Wat heb je zoal gewonnen? Kampioen in Engeland, mijn eigen land. Tweede medaille, maar whatever. En nog Europees kampioen. In? Rusland. Dat doet echt bijna niemand meer na. Mooi zo. Hey, en volgend jaar, 2016? Kom vlammen en dan goud smeden, die hap. Uit 5 genomineerden werden sporttalent van het jaar gekozen. Dat waren bridger Luc Thijssen, quadrijder Job Smits, tafeltennister Emma van der Zanden en de zussen Dagmar en Demi Boom, de volleybalster en de atleten. Het prijs sporttalent van het jaar 2015 van de gemeente Venray gaat naar Demi Boom. En zoals ieder jaar werd ook iemand tot sportvrijwilliger van het jaar uitgeroepen. En dat was Michel Thomassen, bestuurslid van Stichting Fietsverdaagse Venray en de Singeloop Venray. Michel, ik zei proficiat allereerst. Ik zag dat je heel verrast was. Ja, ik was absoluut verrast. Ik was hier voor een andere doel. Tenminste, dat dacht ik. En dan sta je voor je twee sta je op het podium. En ja, totale verrassing. Maar heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja, dus ook een erkenning en een soort dankbaarheid voor wat je allemaal doet. Ja, erkenning, voor, maar niet alleen voor mij, maar wij doen het met veel vrijwilligers natuurlijk. Hè. Zowel bij het fietsverdaags als bij de singeloop of als bij de natuurvrienden. Je kunt dat niet alleen doen, je doet het allemaal samen met de vrijwilligers. Dit is een beetje een beloning voor al die vrijwilligers die daar elke week, elke maand tijd en energie in stoppen. Je was eigenlijk ook met ondervalse voorwensen hier naartoe gelokt door Brendan, denk ik. Ja, inderdaad. Brendan zegt van we hebben vorig jaar de Venrijse singeloop, de breedteprijs hebben gewonnen als Venrijse singeloop. Ga je mee om die prijs uit te reiken? Ik zei natuurlijk ga ik mee, leuk. En dan zit je in de zaal en hoor je binnen een paar minuten dat je op het podium mag komen. En dat, ja, dat had ik totaal niet verwacht. De strijd om de Breedtesportprijs 2015 ging tussen 3 genomineerden. Het beweegproject van Laco de Sprank en de Oude Raad van Basisschool Estafette om vrouwen gelegenheid te bieden een zwemdiploma te halen en hen sociaal te activeren was genomineerd. Verder was er de kennismakingscursus 50 Fit tafeltennis van de Red Stars en het straatvoetbalproject van VVV Venlo Street League Venray. We hebben 3 geweldige initiatieven, maar de winnaar is de Street League. Er was ook nieuws te melden. Voetbalnieuws door Hans van der Sterren van Asteria. Wij worden sponsor van een hele mooie vereniging, vind ik zelf. Eentje die ik een warm hart toedraag. Zal ik de naam noemen? Doe maar. Ja, SV Venray. Ja, dat mag voor mij proberen. Het nieuwe shirt, zaal 7. De stichting Sportgala Venray mag zich verheugen in een groeiende belangstelling en waardering voor de sporters van eigen bodem, want het aantal stemmen dat werd uitgebracht op de genomineerden bedroeg maar liefst 4500.